hallo, hallo. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben in Duitsland geweest met een vriendin vorige week al. Maar ik heb nu pas tijd om het op te nemen. Het zal nog even duren voordat het online komt. Dus ik denk dat ik nu 2 weken geleden naar Duitsland ben geweest. Ik heb geshopt in Oberhausen. Een hele grote shopping mall. Echt huge. En heb ik even wat spullen gekocht. Bij de DM, de Lush en de H&M. En ja, vooral heb ik verder veel gekeken. Want mijn budget ja, laat het ook niet altijd toe. En ook bij de DM valt het echt zat mee met wat ik heb gekocht. Ik begin even wat ik bij de H&M heb gekocht. Ik kocht als eerste, ik haal even alles eruit, want anders dan gaat het allemaal lopen kraken. Oh, bij de Yves Rocher heb ik ook nog wat gekocht. Ik kocht als eerste een hoedje. Een hoedje van papier, wil ik zeggen, maar dat is niet zo. Dit is gewoon een zomerhoed, daar zou hier ook prima bij kunnen staan. Ik ga in de zomer naar Amerika, naar Florida en daar is het echt heel heet. En ik ga ook nog op zonvakantie. En dan loop je lekker in de schaduw, het kaartje hangt er nog aan. Dus als je ziet, kost hij 10 euro. Ik weet niet of je het ziet, maar hij kost 10 euro. En dat is dikke prima, vind ik, voor zo'n hoedje. Want daar doe je gewoon best lang mee. Bij de H&M kocht ik ook nog een blazertje. Een roze huidskleurige blazertje. En die heeft ook wat chicere mouwtjes en een chique binnenkant. En ik hoop binnenkort af te studeren. En dan wil ik graag ook wat kleren om te kunnen solliciteren, zeg maar. Wat chiquere bedoelingen. En deze was 30 euro. Vind ik voor zo'n jasje best meevallen. Ik ben daarna, dat was alles wat ik bij de H&M kocht. Dat was qua mode wel veel, maar net niet wat ik zocht. Ik kocht bij de Yves Rocher een mattifying lip primer. Deze zag ik op byaranka.nl, op haar weblog. En op haar blog moet ik zeggen. En daar zag ik een artikel van. En deze maakt je lippen heel goed mat, je lipstick. En dat wilde ik heel graag. En deze was nou 5 euro, normaal 10, maar nou was alles 50%. Dus ik heb deze gekocht. Dan ging ik naar de Lush. Even bukken. Naar de Lush. En daar kocht ik ook wat spullen. Ik heb meer met de Body Shop dan met Lush. Zoals je misschien al bekend is. Maar ik had zoiets van, ik wil toch weer eens iets proberen. Want heel vaak dan valt het me toch tegen. Of ik heb er niet zoveel mee. Maar ik wilde toch heel graag weer iets proberen. En degene die ik al lang al wil, dat is de Comforter. Dat is een douchegel. En die is paars met blauwe glittertjes erin. En die ruikt mierenzoet. Echt heel zoet. Maar niet zo vies zoet als bijvoorbeeld Snow Glam of Snow Jam of weet je, Snow Cake. Weet ik veel. Die kerstcollectie. Erg, dat weet ik dus niet eens. Hè. Moet je nagaan wat ik met Lush heb. Snow Fairy, dat was het. En zo vies zoet is hij niet. Hij is lekker zoet. En Snow Fairy is zo'n wege. Daar hou ik niet van. Dit vind ik lekker. En deze kost 15 euro. Voor 250 milliliter. Belachelijk veel. Maar ja, ik wil hem graag hebben. Dan kocht ik ook nog van dezelfde geur een bad bubbelbar. En daar heb ik nog 3/4 van over. Er zit nog een stukje in. En daar heb ik 3 keer mee gebadderd. En hij geeft echt ook voor een heel klein stukje gewoon echt ontzettend veel schuim. Ik denk dat ik 3 keer zo'n stukje heb gebruikt. En hij schuimt gewoon echt heel goed. En heel je bad en heel je badkamer ruikt gewoon naar die geur. En dat vind ik echt super lekker. Deze was 5 euro, maar je doet er ook een keer of 10 mee of zo. Misschien wel nog langer. Dan kocht ik ook een shower jelly. Ik vond dat ik er ook maar eens aan moest geloven. En ik heb de Woosh Douche Jelly gekozen. En dit is echt zo'n lekker frisse geur. Een beetje lemonachtig. Er staat erop een geur. Er staat niks op wat voor geur het zou moeten. Citroen, limoen en rozemarijn. Ja, citroen, limoen en rozemarijn. En echt heel erg lekker. En ik ben blij dat ik hem heb gekocht. Kost ook iets van 6 euro. Als laatste bij de Lush kocht ik een Tea Tree Water gezichtstoner. Ik hoorde hier hele goede verhalen van. En ik heb de laatste tijd best wel wat onzuiverheden. Omdat het weer warmer wordt. Dit zijn overigens geen onzuiverheden wat ik hier heb zitten. Dit zijn burgerbeelden. Het lijkt een beetje alsof ik ook strepen op mijn gezicht heb. Maar ik heb van allerlei troep opgesmeerd. Om dat tegen de jeuk te gaan. Maar het helpt niet echt. Maar ook ondanks die muggenbeelden heb ik ook onzuiverheden die niet zo goed zichtbaar zijn op camera gelukkig. En daar hoop ik dat deze goed voor werkt. En ik hoor hier hele goede verhalen van. Dit is dan puur natuur, dus dat vind ik allemaal prima. Dan gaan we over op de DM.
Even kijken. Ik haal als eerste haal ik er een scheermesje uit. En hier zit dus al zo'n blok zeep op. En dat vond ik wel makkelijk voor op vakantie. Hoe ga jij open? Want ik wil het laten zien aan de mensen. Ik heb even grof geweld gebruikt. En daar zit dus zo'n blokje op. Zo'n, ja... Zo'n open mesje liggen. Zo'n zeepblokje op dat je dus geen scheerschuim meer hoeft te gebruiken. En dat vond ik wel handig voor op vakantie. En er zitten dus twee mesjes in. En er zit ook zo'n houdertje in dat je hem dus aan de badrand kan hangen. Of aan de doucherand. Douche-ding, hoe heet dat? De douche gewoon op kan hangen. En zo'n zuignapje. En deze was 5 à 6 euro. Kunnen we er niet op vast? Ik heb hier vast nog aan een bom in zitten. Nee. Deze is van Daphne. Ik heb de bon er niet uitgehaald. Even kijken, hoe duur was jij? Wilkinson? Ja, 5,95. En in Nederland betaal je er minstens 12 euro voor. Ik zie een badolie van Knight Meer Erleben. Dit is een kleintje. En dit is met zeemineralen. En deze had Daphne ook gekocht. En die rook heel erg lekker. Heel erg ontspannend vooral. Ik denk dat dat het goede woord is. Ontspannend. Heel, ja. Een beetje naar de zee. En ja, echt alsof je aan het strand ligt, zeg maar. Zo'n lucht is het een beetje. En dat vind ik heel erg lekker. Deze was een euro. Ik kocht ook nog een badschuim. Want badschuim vliegt er bij mij doorheen. En dat kan nooit kwaad, want die gaat altijd wel op. Dit is de Balea Crème Bad Mango en Hibiscus Bloemen. Blute. Duits klinkt dat ze agressief hebben. Blute. Oh, maar eens kijken uit blunten. Die ruikt naar perzik. Dat vind ik eigenlijk bij alle goedkope luchtjes uit Duitsland die mango-geur moeten hebben, ruiken allemaal naar perzik. Waarom staat er dan niet op? Noemt zich mango, aber ruikt naar perzik. Ik kan geen Duits, hè, zoals je al door had. En deze was 1,15 euro, als ik me niet vergis. Ja, 1,15 euro. Ik kocht, deze had ik toevallig hier al liggen, een Garnier Skin Naturals houtklaar reinigingszoet abschminkgel. Deze is dus en om je gezicht, schoon je make-up eraf te halen en om je gezicht te reinigen. Vaak gebruik ik er nog wel face wash ernaast. En hier zit salicylzuur in en dit is voor de onreine huid, voor de vettige huid. En dat kan ik wel gebruiken en ik heb hem gebruikt en hij is echt super fijn. Ik vind hem echt ontzettend prettig. Dus als ik in Duitsland ben, koop ik deze zeker weer opnieuw. En ik ga ook een andere gezichts... facewasjes opmaken en dan koop ik deze weer opnieuw. Waar ik die van de Kruidvat ook heel fijn vind. Hoe duur was jij? Zeg eens hoe duur jij was. Houd klaar. 4,95. Dat is natuurlijk wel een beetje aan de prijs. Maar ja, je doet er ook best wel even mee. Dus ik vind het prima. Ik kocht 2 wassersprays. Dit zijn watersprays van Balea uiteraard. Want het is bijna alles van Balea wat ik koop bij de DM. En deze is bijna op. Ik gebruik deze heel graag voor het zonnen. En om lekker even op te frissen. Vooral als ik hem in de koelkast heb gelegd. Dan doet hij het heel erg goed. En deze staat ook zuur make-up fix zuur om. Maar daar gebruik ik hem niet voor. Daar gebruik ik andere producten voor. En die kostte 1 euro. Zeg eens. Hoe doe jij wat? 2,90 euro voor 2. Dus dat is 1,45 per stuk. Dan heb ik nog een Nivea Side Mousse Crème Soft. Ik had er 2 gekocht en die derde had ik niet gekocht. En hier kon ik de verleiding toch niet weer staan om deze ook te kopen. Want ook deze ruikt heel erg zacht. En ik heb er gewoon al bijna eentje opgemaakt. Dus je zult wel voorbij zien komen in mijn huidige volgende opgemaakt filmpje. Die donkerblauw is bijna op en deze wil ik er toch nog heel graag bij. En die kostte in Duitsland 2,45 euro. Garnier Ware Schatzen. Bij ons heet dat Lovely Blends of zoiets. En daar had ik de conditioner over aan gekocht. En ik vond die zo fijn dat ik denk van, ik wil ook de shampoo erbij. En die heb ik nou dus ook gekocht. En die kostte 2,45 als ik me niet vergis. Nee, 1,95 zelfs maar. Dus dat is echt een stuk goedkoper dan bij ons in Nederland. Ik zie hier een heel schattig klein tubetje van BB Joncare Wasgel Oude Make-up en Verder. Die heb ik in het groot. Maar ik vond hem ook gewoon heel makkelijk om mee te nemen op vakantie. Gewoon even je ogen schoon te maken onder de douche. En super fijn. En deze die was een eurotje of zo, denk ik.
65 cent zelfs. Het laatste verzorgingsproduct, dan heb ik nog iets wat van make-up en dan is het klaar, is de Dove Dermaspa Summer Revival. Deze die heeft een hele lekkere geur en eigenlijk wilde ik die originele body lotion kopen, maar ik heb al zoveel body lotion en deze heb ik nog niet heel veel. Dit is dus met zelfbruiner erin die je de gedurende dag moet opbouwen, gedurende de dagen. Dus je begint met één dag en dan smeer je tot een dag of vijf. Dan heb je een mooi kleurtje en als je dat wil behouden moet je dat één keer in de week blijven smeren. Net hoe donker je het wil. En deze was 5 euro en in Nederland zijn ze toch al gauw een euro of 8. En daar heb ik natuurlijk al aanbieding, maar ik hoef er altijd maar eentje. En deze heeft precies die lekkere, gezelde lekkere geur. Ja, en die wilde ik graag proberen. Gewoon om te kijken of dat bruiningseffect, of dat echt blijft staan. Of dat echt werkt. Ik kocht ook 2 lippenstiften van Pete's Y Full Color Lipstift. En dit is een oranje kleurtje. Hoe heet jij? 110 Estimate Risk. En die ga ik ook even swatchen. Heel cremig, heel gepigmenteerd. En ook heel mooi voor in de zomer. Heel leuk. En ik kocht er ook een donkerrode kleurtje bij. Een beetje bordeaux kleurtje. En dit is 060 Whisper Me Wishes. Die swatch ik ook. En die vond ik ook in de winkel een hele mooie swatch. Hebben niet voor in de zomer, wel voor in de winter. Even kijken. Natuurlijk heb ik ook nog, dat zou ik haast vergeten, maar die liggen hier niet. Eentje wel, jawel. 3 van deze boekjes gekocht. Deze hadden ze in Duitsland al en in Nederland geloof ik inmiddels ook. En dit zijn die Beauty Blogger Secrets boekjes. Deze die is onder andere van Serena en die andere 2 zijn van Duitse en Engelstalige bloggers. Deze is er eentje. Die van Serena is er eentje. Daar heb je als het goed is al een review van kunnen zien. En deze is er eentje. En ook hier heb je al die 2 heb ik samen gereviewd. Nou, dit was het. Het is niet al te veel, maar het is wel leuk vind ik zelf om even te laten zien. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken. Zou je alsjeblieft willen abonneren? Dank u, dank u, dank u. Blijf alsjeblieft geabonneerd. Daar ben ik heel erg blij mee. En graag tot de volgende keer. Doei!